Vanuit Frankrijk komt bewolking onze kant op. Die bewolking hangt samen met een storing. En die storing die neemt, neemt ook de nodige buien met zich mee. In de loop van de ochtend breidt een gebied met buien geregen zich dus over het land uit. Dat begint in het zuidwesten en dat breidt zich via het westen uiteindelijk oostwaarts uit. De temperaturen vanochtend zo'n 16 of 17 graden. En vanmiddag loopt het kwik dan op naar 19 tot lokaal 24 graden met de hoogste waarde in het oosten en noordoosten van het land. Daarbij waait het meest matig uit het noordwesten windkracht 3 aan zee soms windkracht 5. Vanavond blijft het bewolkt en trekt de regen wel geleidelijk weg. De temperatuur die daalt naar zo'n 18 graden. En uiteindelijk morgen zien we vooral landinwaarts dan nog een bui. Tussen die buien door schijnt af en toe de zon. De wind is noordwest en meest matig. En uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen zo'n 18 tot 20 graden. De komende dagen, dan wordt het geleidelijk aan vaker droog. Zien we vaker de zon en ook de temperatuur gaat oplopen. Vrijdag nog een graad of twintig. Zaterdag komt er een graadje bij. En zondag dan zien we mogelijk veel zon. Met landinwaarts alweer zomerse temperaturen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.